Ik ben nog steeds aan het hardlopen, maar voor mij mag het de naam hardlopen niet meer hebben. Het is meer joggen, rustig aan. Vroeger was het 20 per uur, nu moet ik het doen met een schamele 12 km per uur. Ik voel me er wel bij en dat is het belangrijkste. Daar gaat het om in het leven. Hardlopen is zo populair omdat 1,8 miljoen mensen in Nederland hardlopen. Dat met z'n allen gaan doen bij evenementen. Dus de evenementen werken als een energie voor de loper. Hardlopen zorgt ervoor dat je organen beter doorbloed worden. Dat je bijvoorbeeld je hersenen beter kunt concentreren. Dat je hart gestimuleerd wordt om beter zijn werk te doen. De longen worden beter doorbloed. De ontgiftigers van je lijf, je lever en je nieren worden geprikkeld. Je spieren komen barstens vol energie. Je borddichtheid neemt toe. Kortom, waarom staat u nog aan de kant? 15 april verwacht ik u bij de Forst In. U kunt de tips van Gerard Nijboer, ooit topper, kunt u heel veel van leren. Want ik vertel u niet alleen over hoe u een beter resultaat kunt leveren op de cityrun in Hilversum. Maar ook hoe u straks na de cityrun door kunt gaan met hardlopen. En vooral kunt genieten van uw gezonde, fitte lijf. Want dat krijgt u straks.